Bas. Hesper. Hoe? Hesper. Hesper? Ja. Griks. Soms wel. Als ze aan blijft kieken, dan niet. Hé, maar Hesper, wat betekent dat in het Grieks? Van Hesperos. Een of andere mythologische loeder met een appelboomgaard hoe ze mannen verleiden. Aha. Dus, zien dat appels? Nee, dat is een kersenboom. Ik heb wel appelbui, maar ik doe niet aan mannen verleiden. Dus nee? Ik heb genoeg aan mijn huntjes. Oké. Okay. Huh? Dus alleen maar huntjes voor dich? Nou ja, ja. Ja. Beste mens. Hey, jongens. En die woens heen? Nee, dat. Door? Dit wordt Dobby. Oh, worden die twee mannen bedaagd zitten? Ja, die zijn een dag aan het maken. Oh, maar die heeft ze niet verleid, dus? Nee. Oh, God, heaven's known, hè. Hé, hey, maar die hundjes. Ja? Waar haalt ze die vandaan? Dat zijn Spanjooltjes. Uit Spanje? Ja. Zwerfhondjes? Echt zwerfhondjes niet inzins. Want dit soort, het werd door jagers gebroken om op knieën te jagen. Oh. En als ze niet meer snel genoeg zijn en niks meer winnen bij de wedstrijd, dan werden ze gedumpt of in het asiel gebracht of gewoon achtergelaten. Dus dit is de vierde dat ik heb van dat soort. Dat is een super lieve hond. Ja, een Spaanse galgo. En de wat? En een galgo is Spanjool, een Spaanse hazewind. Oké. Okay. Ja. Galgo? Ja, en een galgo. Dus het is geen stamboom, maar hij is waarschijnlijk wel 100% galgo. Ja, maar ik ben dus... Ik werd goed te wegen in Spanje. Ik weet redelijk te wegen in Spanje, ja, en ook in het rescue-wereldje in Spanje. Dus, het rescue-wereldje? Ja, zelf in het asiel gewoond, hoe ze vandaan komen. Dus zie ik hem ook in Spanje, zo in Mastina Spanjol. Ja, maar ze is een beetje heis, hè? Ze is een beetje heis, want ze werkt heel hard de hele dag. Ze blaft heel veel. Als we. Al dus aan waakhonden geen gebrek? Nee. Hij is ook heel erg waaks en hij is gewoon oud en dement. Dus dat is een ander vooral. Kunnen hondjes ook dement weren? Ja. Natuurlijk. Ja. Echt hoor? Absoluut. Waar merken ze dat aan dan? De weg kwijt. Voor de deur staan en kijken of neem maar uit hoe heen moet. Of gewoon blaffen ze weer nieuw tijd. Ja, ik ben helemaal niet thuis dan hier, maar... Ook onrustig? Dwalen? Nee, vooral veel slapen bij hem. In ieder geval. Oh. Gabriel, kom eens. En alle hondjes die ze heeft, zien we nou of heeft ze er nog meer? Nee, dit is nu alles wat er nog is. Het worden er ooit 6, maar inmiddels zijn dit de enige die er nog zijn. Ja. En dik bis ook van hey? Nee, echt helemaal van Grevenbeek, maar van Put. Van Put? Ja, het gat op de heuvel. Nou, het gat op de heuvel. Eh? Zeggen meer mensen een put, hè? Ik weet niet, maar ik noem dat altijd zo. Het gaat op de heuvel. Ja, maar nu worden we in een angelboerengat. Dus. Toevallig zien we vandaag nog een put geweest. Okay. Daar hebben we geen verhaal gevonden. Okay. En dan vinden we het verhaal van put, vinden we dan... Ja, in Beeg. Ja, in Beeg. Wel eens gaat anders, hè? Wie ben ze hier terechtgekomen? Dat hoes stond te koop voor een leuke prijs. Dus, ik wou altijd al een boerderieke met een flink stuk tuin erbij. Dus je hebt dit en achter nog het en dan... Dat erbij. Okay. Genoeg plek voor de hondjes en voor gevederde vriendjes. Ja. Wat zullen ze blij zien hier in de buurt met een haan van dig? Nou, ze vangen hem eigenlijk wel oké. Okay. Het zijn er twee, maar ik heb eigenlijk nog geen klachten gehad. Maar boeren kregen ook af en toe het eikens. Dus... Kijk. Ja, dat is een beetje balans houden. Ja. Hey, en hoe lang woont ze nou heen? Deze zomer is het veel jaar. Ja. Veel jaar nu. En dit is inmiddels helemaal die plek geworden? Ja, absoluut. Absoluut. Het is altijd een work in progress. Het is een groot stuk. Dus, maar het is wel een plek waar je het hebt van, die ken ik ook wel oud worden. Ja, het is goed. Dus het reizen en zo, dat is er bij dich goed? Maar ik heb zo... Oh, Nancy, fijn. Nou, zoveel heb ik nooit gereisd. Want ik heb al sinds mijn 18e altijd hun gehad. En dan heb ze toch een verantwoordelijkheid. Ik kan ze niet altijd zomaar de backpack pakken en weggaan. Dus ik reis vooral in mijn hoofd. En als ik op reis ga, dan gewoon zie met. Dus gewoon nooit zomaar mijn hun op vakantie. En waar neemt ze dan mij naartoe, bijvoorbeeld? In een camper, naar een festival of zo.
En dan gaan alle hondjes mee? Daar gaan ze allemaal mee, ja. En dat meug op het gemiddelde festival? Nou, die weet je wel, wel joh. Bij Pinkpop en zo niet, maar daar gaan we niet heen. Tenminste, niet met de hondjes. Maar. Nee, wat is een, echt een festival voor dich? Een beetje een niche gebeuren. Gewoon dat die van die Goa festivals. Van die oude hippies en zo. En free, open-minded. Ze gaat wie wat ooit eens op tv is geweest. Van Boom Festival in Portugal. Maar dan moest ze dan een stukje verrijden. Ja, soms wel. Soms is het in België, soms in Duitsland, soms in Portugal, soms in Hongarije. Nou weet ik dat Goa, nee. Dat is India, hè? Ja, daar ben ik nog nooit geweest. Dat zo ongeveer het bedevaartse oord is voor ja, hippies. Maar wat niks voor mij, want daar stik het van de zwerving en die zijn er zo erg aan toe. Dus ik denk niet dat ik te fijn zou vinden. Daar zoest ik niet vrolijk van weer. Nee, ik ben al niet vrolijk af en toe van Spanje, wat toch allemaal van ellende te zien is. Dus vandaar dat ik ook probeerde toch altijd minstens 4 tot 6 een hoes te hebben van het asiel. Heb je altijd een hippie in dit gezin? Goede vraag. Geen idee. Wel eigenwijs geweest altijd, dus. Ja. Ik kan ook een hele goede eigenschap zien, hè? Oh ja, eigen wijsheid, hè? Eigen streepje wijsheid. Dus wijsheid van jezelf. Dat is wel nog een dag. En dat, zo'n typeje best ik altijd geweest? Ja. Wat ja. Was ik verkend? Lekkere bels? Ja. Ik word het kind wat papa zei en ze wouden dat ik mama zei. Dus ja. Ik wou wel eens zelf doen. Dus dat heb je nog steeds. Alleen ja, dakdekken ken ik niet. Dus dat besteden voor me goed. Maar probeer het maar zoveel mogelijk zelf te doen. Ja. Heb je ook een vak geleerd? Ja. Maar niks met de hang. Ik ben docente. Kijk. Ja, Hespel voor de klas? Ja. Nog steeds? Ja. Ik denk nog wel dat ik dat op mijn dood kan blijven doen. Dus ja. Oh, wat leuk. Ja. En welk vak? Ik ben van Hoezo docent geschiedenis, geef nu Engels. Of Engels op een andere school, dus vrijwilligerswerk en geschiedenis. Maar voor de kost sta ik in de ISK in Maastricht. Ja, EOA heet dat tegenwoordig, eerste onderwijs aan onderstaligen. Dus ik geef nu Nederlands aan jullie die net in Nederland zijn, een paar weken of een paar maanden. Dat is superleuk werk, supermooi werk, heel lekker werk. Ja. Dus ja. Blijf maar wel het onderwijs, mensen. Het zoot er ook al vreugd in, hoor. Ik zoot de poppen ja, naast te geven. Maar als ik dan zeg van, ik leer nou Nederlands en nieuwe Nederlanders. Ja. Dan, dat past eigenlijk ook wel een beetje ook in dit pleetje, toch? Of ja. Ik ben wel open-minded wat dat betreft. Ja, dus sommigen die mogen helaas geen nieuwe Nederlander worden. Die moeten wel weg. Dat is wel eens zuur. Maar de meesten die blijven toch wel en krijgen verblijfsvergunning. Of zitten met de familie en met... Dat is heel dankbaar werk. Heb ze dan soms ook wel eens complete gezinnen in de klas? Nee. Het zijn echt kinger. Kinger? 12 tot 18 ongeveer. Oké. Het zijn geen volwassenen. Dat is een stukje. Oh ja. Ja, dat moet ik even opzetten. Dan zien ze jaloers, hè? Nou, nee, dat is meer bewaken. Want fijn. Al zo. Het is meer van, de komt ze dichtbij. Was er nou net een rondje poepscheppen en doen? Ja, af en toe dan kleien zie je wat in de veurtuin. En dan wordt natuurlijk wel weggehaald weer. Ja, dat krijg je met hondjes, hè, die kleien af en toe. Ja. Is dat rogende van dichter op de auto? Dat is rogende van mij, ja. Ik heb ook 4 katten, dus... En volgens mij is dat ook 10 uiteke. Dat zou ze denken. Met die hondjes op de zijkant. Nee. Ja. Ja, toch, zussen? Ja. Oh, beestenmobiel, hè. Dus, Maar hoe is het, Hesper kinder, goede combi? Voor mij wel, ja. Ja hoor, kinderen, hun, dieren. Ja. Maar zelf geen? Met mijn lui ken ik ook goed werken, dus... Zelf geen kindjes? Nou, niet iedereen kent helaas kinder krijgen, dus dat zult er niet in. Dus vandaar ook heb ik kindjes op 4 pootjes. Ja, en kindjes in de klas? Die heb ik ook. Dus, en het fijne is, die kan ik om 4 uur troep geven. En die komen niet om zakgeld vragen. Dus. Ja. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja, precies. Hey, en positief bekijken. Ja. Hij is al een aantal hele mooie dingen gezakt, vind ik. Zoals bijvoorbeeld reizen in mijn hoofd. Ja. Waar gewoon die lezen. Reizen? Voor lezen. Ja, ik ben altijd wel boekenworm geweest. En lezen of reisboeken bekijken of documentaires kijken. Of ik ben ook wel in Europa wel rondgereisd. Hoef de hung met kunnen nemen. Ook wel eens wat verder dan Europa geweest, maar toen eigenlijk niet zoveel hung. Naar Marokko. Maar voor de rest,
Ik heb niet dat drang om in mijn vliegtuig te stappen en iedere schoolvakantie te gaan backpacken of zo. Dat, ik heb hier trouwens permanent vakantie, hoor. Ik kom hier iedere dag binnen en denk ik, goh, bof. We wonen in een mooi dorpje, een mooi hoes. All mine. Ik heb all yours. Ja, precies. Geef gaan niet op vakantie. Anderen komen hier fietsen om van de omgeving te genieten. Ik woon hier. Is het perfect. Beter kan ze niet hebben. In Grevenbicht of all places? In Grevenbicht, ja. Ja, ik ook nooit gedacht dat hier terecht zou komen. Nou, niet naar mijn einde van, ja. Hoor. Maar het is ook wel gewoon een... Het is een heel charmant dorpje. Charmant dorpje. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En neemt ze de hondjes ook wel eens mee erop boet in de zin van... Hespergeit wandelen in de omgeving, die drie zwarte, die mannen zeg maar, die gewoon wel regelmatig met wandelen. Ja, zie je het HD, ze zetten dan de heupen die grote. Dus voor haar is dit meer dan genoeg. Maar die anderen, die gewoon wel regelmatig, vooral die twee jongsten, die kennen wel een stuk lopen. Ja, opaatje ook niet meer zoveel. Oh, het is opaatje? En nog wel eens, dat is 16 of 17 ongeveer. Dus een randje om de diek is voor hem het maximum. Ja, je kunt zien dat het een beetje aan het zeuken is, hè? Ja, is, zeg ik toch eens een beetje de weg, Piet. Maar is wel nog happy, dus... Hé, en als er dan eindje wegveilt, komt er dan ook weer een dan nee? Dan komt er ook weer een nee, ja. Ja. Ik heb altijd minimaal 3 hun gehad en zullen ook altijd wel een... het blijft altijd een roedel. Want hij is eigenlijk gekomen in de plaats van een andere galgo dat je 15 jaar hebt gehad, dus... vakantie 15 jaar, 14,5 jaar. Ja, wie die dood was, heb ik een tijdje geen meer gehad. Maar daar is het van, ja, je moet gewoon een galgo bij. Het hoort niet echt die hun. En misschien in de toekomst dat er nog wel 1 of 2 bij komen van die. Het zijn hele makkelijke hun, dus. Lieverd zien het, hè? Het zijn lieverd. Ze gaan heel makkelijk op in een roedel. Ze kennen met elkaar samen. Dus, ja. Fuip. Wat is het? Gabriel. En dan weer goed Spanje? Ja, veel van hetzelfde asiel. Er zitten er nog een paar honderd, dus keuze is reuze. Ja. De keuze is reuze. Ja, en van 2,5 jaar tot 7, 8 jaar. Dus misschien nog wel nog het oudere erbij. Hey, en tot slot. Hesper, ben je nog altijd blij met de naam? Oh ja, ja. Wordt natuurlijk op de lagere show wel eens lastig, want dan moet je er een keer uitleggen. Maar inmiddels heb ik gezegd van ja, ik ben blij dat je niet in de naam hebt, zo'n twin doos en ander. Dus, nee, ja. En daar is geen zus die Medusa heeft. Nee.